Als we zo doorgaan, dreigen we in de toekomst om te komen in ons eigen vuil. Groningen beeft, we moeten van het gas af. Steeds meer schakelen we over op duurzame energiebronnen. Thijsvester beheert zo'n 7500 woningen in Oosterhout. De woningbouwvereniging wil bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening van woningen. In Oosterheide wordt gestart met een energieproeftuin. Woningen die aan renovatie toe zijn, worden zoveel mogelijk energie-neutraal gemaakt. Nul op de meter is het doel. Dak bovenop nog. Heel nieuw dak. De platen. De pannen gaan eraf. Wat gaan wij hier doen? Wij gaan hier de eerste 16 renovatiewoningen nul op de meter maken. Het idee is als deze mensen straks klaar zijn met uw woning, dat die woning zoveel opbrengt dat u geen enkele energierekening meer heeft. En we hebben tegen die bewoners gezegd, nou, wij gaan u gelukkig maken. We gaan iets doen wat we niet eerder hebben gedaan. Het kost ons heel veel geld en we gaan u ook nog eens heel hard nodig hebben. Nou, ook dit is een moment om een officiële handeling te doen bij de start van deze werkzaamheden. Dankjewel, meneer Hobbelen. Oosterhout heeft een toekomstvisie. Jawel. Vorige maand door de gemeenteraad aangenomen. De toekomstvisie 2030. En daarin speelt duurzaamheid een hele belangrijke, een prominente rol. Oosterhout moet duurzamer worden. Dus ik wil eigenlijk vragen of ik u kan uitnodigen voor een starthandeling. Gaan we doen. Ja. Ja. Wat zien wij hier? Ja, een gasmeter. Een ouderwetse gasmeter, nou, zou je bijna zeggen. En wat gaat er gebeuren op het moment dat wij een woning naar dit niveau van duurzaamheid brengen? Dan gaat hij eruit. We sluiten hem af en hij gaat eruit. Ja, dan en we sluiten iets anders aan. Dus ik wil eigenlijk vragen, zou u hier spreekwoordelijk de gaskraan feitelijk... Dat gaan we doen. Ja? Ja. Hij is dicht. Hey. Hij is klaar. Geen gas meer. Gefeliciteerd.